Als je ziet dat we donderdag nog een zware match hadden op Dynamo Moskou. En dan ook een zware reis. De vraag was altijd hoe die jongens zijn gerecupereerd, hoe gaan ze reageren. We hebben afgesproken, de eerste 20 minuten vol pressing naar voren zetten. En dat we daar proberen die goal te maken en daar goed in de wedstrijd te zitten. En na 5 minuten was dat gedaan. En ik zag dat mijn spelers waren opgekocht. Zo in die situatie, dan willen ze reageren op elke beslissing van de arbiter. Ik zeg, jongens, kan dat, dat gaan we niet veranderen. We zijn met 10 en we moeten verder gaan. En dan gingen ze ook 200 per uur gaan voetballen. En dat kun je niet met 10. Niet tegen Kortrijk. Dan hebben wij na een kwartier, 20 minuten rustig aan onze voetbal gevonden. Dan blijven we ook meer in de organisatie. Tweede helft spelen wij professioneel uit. Op een goede manier. Iedereen werkt ervoor. Ik zeg niet dikwijls aan mijn ploeg, ik ben niemand met mooie woorden, maar ik heb enige keer gezegd na Arsenal, dit was de tweede keer, ik ben fier op mijn ploeg. De manier hoe ze reageren, de mentaliteit die ze hebben getoond. Gevochten voor die speler die uitgesloten was. Gevochten voor de systemen die geblesseerd uitviel. Dus chapeau.